Ik ben Erik Vrenke. Ik ben nu op de locatie Vrenke Beekendonk. Een van de vier locaties van Vrenke Kwekerijen. Het is een locatie van 10 hectare, waarvan 5 hectare belicht en 5 hectare volgens het nieuwe telen. Energie is een steeds groter probleem om dat goed voor elkaar te hebben. We willen energie besparen en daarom hebben we goed gekeken naar het nieuwe telen. Om gewoon minder energie erin te hoeven te stoppen. Vooral de weken kaas is gewoon een probleem om dat beter rendabel te krijgen. We willen 10 tot 12 kuub gas besparen per vierkante meter. En de teelt moet wel goed gaan, dus het mag niet ten koste gaan van productie en kwaliteit. We hebben voor het nieuwe telen een dubbel scherm geïnstalleerd. We hebben een gewoon standaard scherm waar alle tomatentelers zeg maar, gebruiken. Daarbij hebben we nog een tweede scherm, dat is een hoge energiescherm. Dat bespaart nog veel meer. Vooral samen met het eerste scherm kunnen we veel energie besparen. Het probleem is als je twee schermen hebt, is dat je te hoog vochtgehalte in de kas hebt. Dat wil je niet. Daarvoor hebben we het Covent-systeem aangeschaft. Daar doen we de lucht met ontvochtigen om het vocht in de kas niet te hoog te laten worden. Dat we wel goed kunnen telen. Wij zijn hier voor de installatie ongeveer 17,5 euro kwijt. Er zit in het Covent-systeem, het extra scherm en we hebben nog andere gevelisolatie, stekdoppelplaten. Daarbij zit heel het elektra en het aansluitgebeuren en verwarming zit in dat bedrag. We verwachten dit binnen 6-7 jaar terug te kunnen verdienen. Het positieve punt van het nieuwe telen is dat we wat temperatuur veel gelijker zijn geworden. Dat komt door de overdruk en door de weinig energieverbruik dat erin gaat. Krijg je een kast die eigenlijk van voor tot achter veel gelijker is dan dat we normaal hebben. Daardoor staan eigenlijk alle planten hetzelfde. En je kunt eigenlijk beter regelen. Het vocht is ook beter beheersbaar. Je hebt nooit meer de momenten dat je het vocht te hoog is, waar je echt de ziektedruk op gaat lopen. Zeker als de kas gelijk is, krijg je er minder slechte hoeken van. De ziektedruk, vooral naar botrytis toe, is gewoon minimaal. Of eigenlijk, we hebben geen botrytis gehad. Gewoon omdat we het vocht altijd onder controle hebben en dat we nooit een aantal uren te hoog zitten, hebben we gewoon helemaal geen last gehad van botrytis.